Lotte, ik heb echt mega veel diamonds gespaard. En emerald en gold. Maar elke keer als ik die diamonds in de kist doe, dan pakken mensen mijn diamonds af. Is er niet een andere manier waar ik mijn zeldzame spullen kan opslaan, Lotte, dan in deze kist? Dat is een goede vraag. Ik denk dat je misschien een bank moet gebruiken daarvoor. Een bank? Maar die zit toch helemaal niet in Minecraft, Lotte? Nou, dan moeten we er denk ik in gaan bouwen, Dennis. Oh, Lotte, dat is echt een mega goed idee. Wij gaan zometeen allebei een bank bouwen in Minecraft. Alleen hebben we hier maar 15 minuten de tijd voor. En degene die de mooiste bank heeft gemaakt, die wint. Maar wie de winnaar is, dat bepalen de kijkers. Oftewel jullie in de reacties hier beneden. En wist je dat als jij het duimpje omhoog doet op deze video, dat het duimpje omhoog dan kan veranderen in een diamond? Ik zou zeggen, probeer het zelf maar in 3, 2, 1. Zie je, ik zei het toch. Je hebt nu gewoon een diamond. En oh ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren. Want dan word jij mega rijk in Minecraft. En geloof me, dat wil je. Oké, Lotte, ik hoop dat je er klaar voor bent. Want de tijd gaat nu in. Succes met je bank bouwen. Doei, doei. Oké, voor een bank. Even kijken, moeten al onze diamonds maar eventjes wegdoen. Die kunnen we toch wel weer krijgen. Want we zitten natuurlijk gewoon in creative. Oké, we hebben een paar dingen nodig. Ik wil namelijk een mega bank gaan maken. Vooral van de kleur wit. En daarvoor wil ik quartz slabs gaan gebruiken. Quartz pilaren natuurlijk. En de bricks. Even kijken. En ik wil het een beetje mengen met... Ja, laten we als eerst maar gewoon de voorkant gaan maken. Dat is het belangrijkste. Oké, waar gaan we het maken? Ongeveer hier, denk ik. Dit wordt dan de trap naar boven, zeg maar. We moeten natuurlijk ook een trappetje hebben naar boven. En dan doen we dat een beetje zo. Is dit een beetje ver genoeg? Deze trap? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Als ik het zo bekijk. Oké, dan moeten we nog een paar dingen hebben. We moeten namelijk een beetje een onderscheid maken. Laten we hier nog maar eentje breder doen. Zo aan deze kant. Zo, dan hebben we natuurlijk gewoon 3 in het midden. En wat we dan kunnen doen is, dan kunnen we er eentje hier doen. Eentje hier, eentje daar, eentje daar. Zo'n effect een beetje. En dan gaan we hier de pilaren opmaken. Dus hier, oh, dit zijn de bricks. Dit zijn de pilaren die we nodig hebben. En dan doen we dat ook precies aan deze kant. Even kijken. Zo. Oh, dit ziet er nu al mega vet uit. Oké, dan moeten we ook hout hebben. Even kijken. Ook. Gaan we voor licht of donker? Ik denk dat dark oak planks veel beter staat dan het lichte hout. Dus wat we dan even kunnen doen, dan kunnen we het aan deze kant gaan plaatsen zo. En dan ook zo omhoog. Ik denk dat dat wel een vet effect geeft. Even kijken. Dan wat dit de ingang van de bank. Tot nu toe denk je waarschijnlijk van, dat ziet er echt niet uit. Maar geloof me, dit gaat zo'n mooie bank worden. We moeten natuurlijk een deur hebben. En ik wil dan dezelfde deur... Oh, een door. Dezelfde deur hebben. Dus een dark oak deur. Ik denk dat die wel heel vet staat. Zo. Oh, kijk eens aan. Dit is helemaal perfect. Dit wordt dan de ingang van de bank. Dan doen we hier even een ster. Oké, hier zo. En die plaatsen we hier op. Dit is wel heel mooi hoor. Oké, dan doen we dit wat hoger. Dan komt hier een raam in, denk ik. En hoe hoog gaan we die doen? Tot daar. Is dat een mooi raampje? Dus dan pakken we even glass erbij. Even zo, glass pane. En dan hier, hier en hier. Ik denk echt dat dit perfect is. Dus dan moet dit eigenlijk nog wat hoger. De pilaren. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we hier natuurlijk een beetje een rondje omheen creëren. Denk ik dat dat wel mooi is als we dat doen. Dus een beetje zo. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we het dan zo laten lopen. Dus hier zo overheen. Zo'n mooi randje eroverheen. Dat is toch net wat mooier. Even kijken hoe dit eruit ziet hoor. Ja, dit ziet er super vet uit. Maar dan ook echt super vet uit. Oké, dan gaan we hier door met het bouwen. Even kijken. Ik wil normale kwartsblokken hebben. Kwartsblok. Even kijken hoe dat erbij staat hoor. Oh, dat zo. Is dat een beetje oké? Nou ja, ik denk dat de kwartsblokken net wat mooier zijn. Ja, dat past net wat beter hierbij, vind ik zelf. Dan doen we dat helemaal hier naar deze kant toe. En dan moeten we natuurlijk aan deze kant ook gewoon weer 7. Dit is denk ik wel perfect. En wat moeten we dan nog meer hebben? Er ontbreekt natuurlijk het een en ander. Namelijk wil ik hier een lijn hebben met allemaal oak. Dus wat we daar ook gebruikten. En dan hier precies hetzelfde. Zo aan deze kant. Even kijken hoe dat eruit ziet. Is dat een beetje mooi? Ja, dat kan heel mooi zijn. Even kijken wat we dan gaan doen. Plaatsen we hier een ster. Dan plaatsen we hier uiteindelijk een ster. En dan gaan we hier een raam van maken. En waarschijnlijk zit je nu te kijken van, hoe wil je hier een raam van maken? Nou, wacht maar eventjes, want het wordt heel mooi, dat beloof ik je. Ik moet het nog een beetje uitwerken. Even kijken, laten we een trapdoor erbij pakken. En voor welke gaan we dan? We kunnen gaan voor de dark oak trapdoor. Ik denk dat dat een goede keuze is. Deuren hebben we niet meer nodig, dus die doen we weg. En dan plaatsen we hier alles zo op deze manier. En dan klappen we dat dicht. En dan hier precies hetzelfde. Zo, ik wil alleen even kijken hoe groot moeten de ramen ongeveer worden. Dit wel perfect is eigenlijk als we dat doen. Gaan we dan nog meer doen? Doen we er dan hier eentje bovenop of zo? Wat gaan we ervan maken? Ik weet het niet. Even kijken. Deze. Block of quartz. Is dat mooi of ziet dat er raar uit? Dat kan wel. En dan doen we het hier misschien zo. Is dat mooi of denken jullie van, nou, nee. Ja, jullie
kunnen er niks over zeggen, want ik bouw het nu toch al. Terwijl jullie het kijken, zo. En dan moeten we hier allemaal glas gaan plaatsen, denk ik, zo op deze manier. Kijk eens aan, even kijken hoe dit eruit ziet. Wow, dit is wel vet hoor. Ik vind dit wel wat hebben, om heel eerlijk te zijn. Dit is echt wel mooi. Alleen, ik twijfel wel een beetje over dit. Ik denk, misschien is het zo mooier. Nee, dat ziet er heel raar uit als we dat zo doen. Ik vind het wel vet, dit heeft wel wat. Oké, dan moeten we het precies na gaan maken aan deze kant. Kijk, het gaat steeds sneller nu we weten wat we nodig hebben en wat we moeten doen. Ziet het er een beetje uit als een bank? Of denken jullie van, nou ja, het ziet er nog heel raar uit als een bank. Maar wel als een mooie ingang. Oké, dan pakken we deze, de quartz bricks. Want die wil ik hier achter plaatsen. En dan hier ook uiteindelijk zo. En wat we dan moeten hebben, is eigenlijk moeten we hier, denk ik, bij deze kant. Moeten we hier eerst weer een blok plaatsen. En daarop weer een pilaar. Zo helemaal omhoog, deze manier. En even kijken, zat die daar dan ook zover? En dan hier precies hetzelfde. Kijk, dit is perfect. En dan pakken we die slabs wel. Zo, ik vind het er tot nu toe wel aardig goed uitzien hoor. Oh, hier mist wel een blok. Ik denk dat dit wel een perfecte ingang is voor de bank, om heel eerlijk te zijn. Kunnen we deze kant even weghalen? Want anders wordt het denk ik veel te groot als we dat er ook nog bij doen. Want we hebben natuurlijk maar 15 minuten en de tijd gaat echt mega snel. Alleen ik mis wel een soort van, ja, een banklogo of iets. Dus wat we kunnen doen is we kunnen hier misschien een soort van, ja, opbouw maken die kant op. Dus wat we dan doen is zo misschien, zoiets. En dan hier aan deze kant precies hetzelfde even proberen. En als het goed is het dan gelijk. Deze klopt alleen niet. Ik moet even opnieuw. Even kijken hoe dit eruit ziet hoor. Dit ziet er best wel raar uit, maar ik wil wel zo'n puntdakje hebben. Ik denk dat dat heel mooi is als we dat doen. Maar laten we het verder gaan maken met slabs. En wat we dan doen, dan sluiten we natuurlijk af met dit, denk ik. Ik denk dat dat perfect is. En wat we dan doen is, dan plaatsen we dit helemaal vol met die bricks. Zo op deze manier. Zo. We hebben niet heel veel tijd hiervoor, helaas. Oké, zo dit dicht, dit. Kijk, dit is helemaal perfect. En dan hebben we zo een mooi beginnetje. Oké, dan doen we dit eventjes. Dit moet eigenlijk ook nog dicht. En dan moeten we hier een soort van B op krijgen van bank. Hoe gaan we dat doen? Even kijken, we hebben hier het beginstuk. Dus dan doen we daar een B maken. Even kijken, op deze manier. En dan denk ik zo, en dan zoiets. Is dat een beetje een B? Is dit een B? Lijkt het op een B? Ik weet het niet. Dit is geen B, denk ik. Misschien als we het zo doen, dat je het dan ziet. Dit lijkt wel op een B, eerlijk is eerlijk. Dan doen we dit gewoon weg, zo aan deze kant. En hier ook. Dan hebben we hier gewoon een B. Wacht, dit is de pilaar. Dat is ook een pilaar. Oh my god, dit is perfect. En laten we dit gewoon een beetje soepel doorlopen naar deze kant. Alsof het model is, zeg maar, dat het hoort. Is dit een beetje mooi op deze manier? Ik vind van wel, denk ik. Zo, en dan hier nog een beetje. En dan daar, daar. Nou, er staat een B van bank. Dus ik denk dat dat wel voor zichzelf spreekt. Ik vind het hartstikke mooi gedaan. Alleen, ik twijfel wel een beetje hierover, moet ik heel eerlijk zijn. Ik vind dit niet het beste wat er is. Maar ja, het is niet anders, denk ik. Ik bedoel, het ziet op zich niet verkeerd uit. Maar het kan beter. Nou, laten we maar meteen bezig gaan met de inrichting. Want dat is natuurlijk ook belangrijk van de bank. Een van de belangrijkste dingen. Alleen, ik denk dat het meer is om de buitenkant. Dus laten we de binnenkant maar gewoon, ja, één groot vierkant gaan maken, denk ik. Want we hebben niet heel veel tijd. Oké, laten we in ieder geval dit stuk alvast volbouwen. En dan hier ook. Want het belangrijkste is natuurlijk ook de inrichting. Want we moeten Lotte laten zien hoe de bank eruit gaat zien. Dus ik ga even snel deze hele, ja, deze hele binnenkant alvast maken. Dus ik zie jullie zo meteen. Oh my god, het is gewoon niet gelukt. En hoe komen we hieruit überhaupt? Lotte, de tijd is voorbij. Ja! Je mag eigenlijk niet meer bouwen, maar ik moet nog één stoombutten plaatsen, dus kom ik er niet uit. Is het een beetje gelukt bij jou? Het is helemaal gelukt. Oh, bij mij ook wel, maar ik ben niet helemaal tevreden. Oh, ik ben heel benieuwd, Dennis. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat jij hebt gemaakt. Als eerste mag je wel bij mij komen, Lotte. Oké, dat is goed. Dus ik zou zeggen, kom maar hier aan het uiteinde. Ja, breek maar een stukje uit de muur. Kan ik kijken? Ja, kom maar mee, Lotte. Wow! Dit is mijn bank van de voorkant. En ik moet zeggen, over de voorkant en zo, de zijkanten, ben ik erg tevreden. Ik vind dat dat er mega goed uitziet. Ook hier zo aan de zijkant met al die ramen. Ja. Maar over de inrichting, ja, dat vind ik niet heel perfect. Ik zou zeggen, kom maar binnen. Uh-oh. Als eerst heb je hier wat boekenkasten natuurlijk. Ja, ik vond het wel een beetje zakelijk. Hier een hoekbankje waar je lekker kan wachten. Ja. Hier heb je de balie, dus zeg het maar. Heb je wat nodig? Ik heb mijn diamonds nodig. En je diamonds. Hoeveel diamonds had jij? 2. En op welke naam? Lotte. Lotte, even kijken hoor. Zo, 2 diamonds. Ja, oké. Alsjeblieft, hier heeft u de diamonds. Dankjewel. Nou, dit is dus, kom maar binnen. Hier worden dus alle, ja, hier wordt dus heel wat opgeslagen. Niet alles, maar gewoon een kleine voorraad. Want de grote voorraad gaat natuurlijk naar de kluis. Oeh, spannend. Dus ik zou zeggen, kom maar mee. Want hier hebben we de kluis. Die is natuurlijk ook zwaar beveiligd, zoals je kan zien. We hebben hier een camera bijvoorbeeld. En hier kan je gewoon naar binnen. En dan heb je hier
alle buit. Camera, dus die laat alles zien of jij... staat er goed op, dus zorg maar niet dat je wat steelt hier. Het is zo goed beveiligd dat we er niet uitkomen, Lotte. Dennis, wat is het? Het is toch niet zo slim? Nee, gelukkig zitten we in creative, dus dat is geen probleem. Oh. Ik zou zeggen, kom er maar uit. En hier ook trouwens, dat was ik helemaal vergeten. Kom maar. Lotte, ik ben heel benieuwd wat jij hebt gemaakt. Dus ik zou zeggen, ik loop met jou mee. Oh, ik ben zo benieuwd. Maar wat vond je van mijn inrichting? Ja, ik vond het best wel gewoon goed gelukt hoor. Ik vond dat het net wat beter kan. Maar ja, we hebben maar 15 minuten. Dus ik ben heel benieuwd wat jij in 15 minuten... Wow! Ja! Wow, je hebt ook de camera's gebruikt. Je hebt hier een dollarteken. Voor de mensen die het niet weten, dit is een dollarteken. Geen euroteken, maar een geldteken dus wel. Ja. Wow, dit is heel vet, Lotte. Nou, hier kom je binnen. En je hebt ook een hoekbank. Ik heb ook een hoekbankie. En hier heb je een bankje. En hier een bankje. En hier kom je dus. Dan kom je zo hier. Hallo, mevrouw. Ik wil graag mijn diamonds afleveren. Oké. Hallo, mevrouw. Mevrouw? Hallo? Ja? Ik wil graag mijn diamonds komen ophalen. Oh ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Maar hoeveel diamonds had u? Ik had 50. 50. Grapje. Ik had er maar 1. Oh, alsjeblieft. Oh, mevrouw, u brengt het. Ik krijg er 2. Ja, de rente zat erop. Oh ja, rente. Oké, maar mag ik hier ook een kijkje nemen? Ja, kom maar binnen. Ja. Oh, je hebt zelfs een kluis. Oh my god, ik zie daar allemaal zelden. Er staat daar een shop meteen. Wow, Lotte, deze is vet gemaakt. Ja, cool hè. Wow, je hebt die diamonds, emeralds, allemaal camera's. Je hebt hier... Oh, wat zou... Ik ga de code raden. 1, 2, 3, 4. Nee, oké. 0. Nee. 1. Oh my god, het is 1. Oh, bij deze niet. 1, 2, 3, 4. Nee, ook niet. 0. Nee. 2. Ja, oh my god, ik ben hier zo goed in, Lotte. Alleen, lekker. Alleen, ja, ik vind het heel mooi geworden hier, hoor. Mag ik weer naar buiten? Ja. Wat is de code? Oh, dankjewel. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. En dan check ik jullie bij de volgende video weer. Later.